Stichting House of Love heeft afgelopen weekend een SWM-pomp gedoneerd aan het dorp Kompani Kriki, de Brokopondo. De coördinator van de stichting, Harry Gadden, heeft donaties gezocht om het dorp waar hij is opgegroeid van schoon water te voorzien. Volgens kapitein Michel Pina is dit een mijlpaal dat na jaren is bereikt. Dit is echt een droom van het dorp dat in vervulling gaat om eindelijk schoon water te hebben, benadrukt de kapitein. U hoort ook Pandy Kinti, dorpsbewoner, die aangeeft dat zij de stichting heel dankbaar is voor de gesten. Het waterprobleem speelt zich al jaren af hier in het dorp en was heel erg, zegt Kinti. Nou, langakba, asano bego boom. Ben ik dat ik zo dat awata zijn nego boemora in akonde. Nou, misma bigis ma iman kiri fa awata. Atrapis itu, ayo is te dingi wata si no da in akonde dus disi ana wa hele po te kangi fota ki kawasi anga disi. Dus baka fu ansan de te da we ar kilante te of lepa a hele de da we suka hele pete ya. Tu driari tolio, sang umeka moiti, ya bisma sano mangwa krikif go kisa watra ouma kana ichi wan boye psaite ga buta boy go kisip chinso watra gi wan minap watra na omen yari a problem dis efen de plats ba company krik sa epsa uno bus kondresma u de houte vrede en a houte vrede do de na dat emek eigenlijk we da baka isabi lek fade ko pota pompu jati de alas ma breed omdat ina pu watra ala de netif mante impotip chief kis watra office ref mus go kis watra dus da fau change da de goute vrede en dat met tegen den toe a goute vrede heet fu mek we da baka. De trekker van het project Gadden is bekend met het probleem van het dorp. Hij is in Kompani Kriek opgegroeid. Dus hij zag het als een plicht om het dorp te helpen aan schoon water. Het heeft veel voeten in de aarde gekost om aan de donaties voor de waterpomp te komen, maar het is de stichting gelukt, benadrukt Gadden. Ik kom aan toe die jaar en ik heb een probleem voor de sma. Ik zoek een donatie en het idee is gebeurd dat we hebben die pomp kunnen kopen. We hebben ook een elektrificatiematerialen kunnen bemachtigen. Het heeft wel gekost. Het is een plaatje van bijna 44.000 SRD. En dan lukken we dus maar abba wat dat idee. SWM. Ik heb geen woorden om ze te bedanken. Ze zijn snel ter plaatse gekomen en binnen, wat ze hadden gezegd, 2 dagen hebben ze in 5 uurtjes, 6 uurtjes kunnen doen. Dus ik ben blij dat Gado Gima genade gelegenheid voor me kan doen. Dit is Gadorpo. En u ziet me alleen hier, maar het is een hele organisatie. Stichting House of Love. Harry Gadden, coördinator van de Stichting House of Love. Hij heeft afgelopen weekend een waterleidingpomp gedoneerd aan het dorp Kompani Kriek in het district Brokopondo. Het dorp heeft sinds de oprichting eindelijk schoon water dat niet geschikt is voor consumptie.